Nou, zonder van. Eerste overwinning in de eerste klas, historisch moment van GVC. Hoe zit het er allemaal bij wedstrijd? Ik moet zeggen dat het als trainer zijn, ze zeggen wel dat ik wat grijs word. Maar ze zoeken wedstrijden word je helemaal grijs. Want er zat natuurlijk alles op en aan. Ja. En we hebben natuurlijk wel afgelopen week wat gesproken met elkaar. En niet dat we niet op één lijn zaten, maar wel het geloof en de overtuiging van waar we vorige week mee speelden. En dat vond ik een beetje ontbreken. En ook in het trainen en dat allemaal net wat meer moest zijn. En net een stapje sneller en wat agressiever en wat meer in de motivatie. En dat is niet altijd bewust, dat is soms ook iets dat gebeurt. Nou, daar hebben we het heel goed over gehad. Hoe kunnen we dat met elkaar oppakken? Hoe kunnen we dat verbeteren? Nou, dan is natuurlijk, dan zijn drie punten. Dat is natuurlijk de doping en het medicijn wat je nodig hebt om daar op een gegeven moment ook dat geloof nog meer te kunnen bekrachtigen. En als ik dan terugkijk op deze wedstrijd en dat vergelijk met onze voorbereiding, dan stond er nu weer een ploeg die wou knokken, die wou werken voor elkaar, bij Vlagen goed voetballen. En als je dan, en ik vind de 2-1 ook wel terecht. Woensdag, tijdens de training, voor de training, een lange praatsessie, hier de ploeg dat even nodig. Ja, dat is heel makkelijk om dat nu achteraf te zeggen dat je drie punten pakt. Soms wel, omdat ik namelijk vond wat ik net aangaf. Dat we vorige week en ook in de voorbereiding een aantal wedstrijden niet meer overtuiging speelden. De overtuiging die we vorig jaar wel hadden. Ik ben natuurlijk een enorme aanhanger van Johan Cruijff. En die zei altijd van ja, er komen is niet zo moeilijk, maar er blijven is veel moeilijker. En op je lauweren rusten van dat je vorig jaar kampioen bent geworden en dan nu het al even doen. Ja, zo werkt het niet. Er moet nu nog meer gebeuren dan vorig seizoen. En ik wil niet zeggen dat ik ze uit moet knijpen of dat citroenen zijn die uitgepest moeten worden, maar je moet vanuit jezelf nu de mentaliteit en motivatie om net even dat stapje meer te doen en nog iets meer dan net dat ene stapje. En daar hebben we het over gehad. Nou ja, goed, als dat dan uitpakt en resulteert in zo'n wedstrijd, dan zeg ik oké, prima, dan is dat goed geweest. Alleen, nu komt het vervolg en dan moet je nog verder een vervolg aan geven. Ja. Prachtige goal van Sander. Ja, inderdaad. Ja, alhoewel ik vond trouwens, want ik zeg nog tegen op het moment dat Sjeerd de bal aannam, vond ik eigenlijk dat Sjeerd zelf moest gaan. Maar die week iets te veel uit naar de buitenkant. Ja. Maar goed, daarna geeft hij hem perfect en Sander kopt hem prima in. En ja, was lekker. Dan pak je hem de wedstrijd op. Er weer passie, er weer strijd. Ja. Je woonde van vechten. Ja, klopt. En, en ik vind dat dat overal waar ik trainer ben, en er zullen wel meer trainers zijn, dan het enige zijn. Ik bedoel, op het moment dat je passie strijd hebt en je gaat minimaal de duels winnen die je tegenstander ook kan winnen. En je zorgt ervoor dat je daar de bovenliggende partij bent. Ja, dan komt het voetbal er op een gegeven moment wel uit. En ik denk vandaar dat dat wel gebeurd is. Wat heeft hij in de rust zo? Nou, ik heb in de rust gezegd dat ik vond dat wij wat moeite hadden met hun twee bewegende spitsen. Ze hadden een spits die vanaf de rechterkant veel wisselde met de centrumspits. Grote jongens. Ja, natuurlijk goede voetballer, sterk aan de bal. Dat wist ik, die Hateboer. Daar had ik ook al op geanticipeerd, had ik ook al aangegeven. Vrij snel ook nog wel, ondanks dat hij zo lang is. Dus we hebben gezegd van we vangen eens iets op in de zone. Maar ik vond met name de wisselwerking tussen op het moment dat de bal aan hun linkerkant is, moet Roy knijpen als linksback. Op het moment dat de bal aan hun rechterkant is, moet Jesse iets meer naar binnen en rugdekking geven aan het centrum. Ik vond dat ze dat de tweede helft heel goed gedaan hadden. Wat ik niet goed vond de tweede helft, dat bij hun links in de zone steeds een man vrij kwam. Daarom heb ik Guido er op een gegeven moment in gezet, om op een gegeven moment daar meer controle te krijgen. En als ik dan zie over de hele wedstrijd, vind ik dat wij de beste kansen hebben gehad. Nou, dat is heerlijk, dat zie je het even voor het 46e minuut scoren. Ja, dat is geweldig. Dan heb je net nog meer dat beetje. Alhoewel ik trouwens vond dat de 2-1 vrij snel kwam, maar wat heel jammer was. En ik vind dat Patrick het steeds beter gaat doen. Maar ik vond dat hij namelijk, toen wij 2-0 stonden, dat balletje wat hij over de keeper heen wipte met zijn buitenkant voet, onderkant lat. Ja. Als het 3-0 is, is beslist. En even daarna maak je ze de 2-1, dan wordt het toch weer een wedstrijd met alles erop en eraan. Terecht, zoals Patrick, hij werd wat sneller, hij werd wat bewegelijker, hij werd wat beter aan de bal. Klopt, hij was in het begin wat te veel toeschouwer, wat te statisch. Ook in de duels dan zie je dat hij daar op een gegeven moment toch aan moet wennen. Maar ik vind dat stapje bij stapje steeds beter gaat en dat we daar gewoon een goede spits aan kunnen hebben. Alle respect voor alle spelers, maar we pakken de keeper eruit, joh. Gallemachtig. Ja, fantastisch. Ja, heel onvoorstelbaar. Dat doe je maar één keer. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, als je twee strafschoppen tegen krijgt en die stop je. Waarbij ik trouwens beide strafschoppen discutabel vond, maar goed. Ja. Ik ben ook niet objectief. Maar dat is geweldig dat je als keeper zijn. Zeker in zo'n fase. Hè, dat je op een gegeven moment laatst van de wedstrijd, we zaten al in blessuretijd. En dan op een gegeven moment die strafschop stopt. Wat ik daar trouwens daarna ook. En daar zie je dan de wil om te winnen. Jesse Visser. Ja. Dat hij op een gegeven moment die bal zo wegwerkt nog. Met risico voor leven, om zo maar te zeggen. Ja, ja. Dan ben je erbij. Dan ben je bij de les. Ja. Dit was even nodig. Beker, net al te goeie. Ja. Westin, ja. Vorige week een valse start.
nu 3 punten. Absoluut. Ja, dat is lekker te zeggen net tegen het land met Paul hierboven. De beste medicijn is dan na zo'n praatsessie. En nadat we op een gegeven moment met elkaar gezegd hebben, zo moet het. En als je dan 3 punten pakt, dat is het allerbeste medicijn. Gefeliciteerd. Dank je.